Yo mensen, ik ben PNL met vandaag een nieuwe video voor jullie en vandaag ben ik hier met de lang verwachte video. We gaan namelijk vandaag kijken naar jullie die OC22 zijn gaan roepen in random plekken in Nederland en in het buitenland. Vind je deze video leuk, doe zeker een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je een spin op mijn camera. Gadverdamme. In ieder geval abonneer op mijn kanaal. We hebben inmiddels de 275.000 abonnees gehaald. Nu op naar de 300k. Volgende mijlpaal. Doe nog wel even, want we moeten nog 25.000. Maar we zijn er al bijna. Nog maar 25.000 te gaan. In ieder geval, laten we maar gaan kijken. Abonneer op mijn kanaal, kan hier beneden. Ik wil dat jij abonneert. Jij achter de camera. Abonneer! Abonneer! En like deze video. Oké, laten we maar beginnen. OC22. Oh mijn god. Waarom heb ik u ooit gevraagd dat jullie dit moesten doen? Dit is echt ongelooflijk. Hij doet gewoon midden in de zin die mensen ook omkijken. OC22. Oh, sorry. OC22. Ook gewoon in het midden van een van de winkelstraat. Jack keihard aan het schreeuwen. Jack, ik vond hem goed. Maar ik heb natuurlijk gezegd, de 5 beste krijgen 50 euro PSN. Ik vond deze allebei goed, maar ik verwacht nog wel dat er betere zijn. OC22. Prachtig bij de Eiffeltoren. Kom je nog eens ergens in deze video's? Fantastisch. Niet zo hard, helaas. Wat is dit? Wat is dit? Waarom krijg ik dit? Wat is dit nou? Trouwens mensen, ik kreeg best wel reacties die mijn snor wel goed vonden. Vinden jullie hem nog steeds nice? OC22! Gewoon tijdens uithouden gewoon voice en je vriend ook kijken van wat de f*** doe jij? Dan had ik het helemaal nergens op. Daarom is jij zo mooi. OC22! Wat een heerlijk nummer! OC22! In het Arsenal stadion. Dit is wel een kans, moet ik zeggen. Maar ik denk dat ik 1000 inzendingen heb. Ik zweer het je. Ik heb echt denk 1000 inzendingen. Maarten Taal is de eerste die kans maakt. En vooral wanker. Wanker. OC22. Goed zeg. In het Sparta stadion een klein OC22'tje. In elk voetbalstadion is het wel. Ja, moet het eigenlijk gewoon standaard worden. Dat er gewoon keihard OC22 geroepen wordt. Ook gewoon door de speakers heen, vind ik. Ik ga hem sowieso laten winnen. Ik vind hem echt fantastisch. Hij zit al achter een boom en iedere keer achter een andere boom. Nou, ineens achter een kerstboom. Hij heeft er gewoon een hele edit van gemaakt. Wat een held. Niels, je bent een held. Ik ben een held, Niels. Volg me trouwens niet op Instagram. Doe het even. Mijn Instagram is Koen. K-O-N. Ik doe allemaal spetters van jou. OC22! Ik moet zeggen, Pim. Ja, niet een hele leuke locatie, maar wel hard. Dus dat is wel goed. Daar ben ik blij mee. Maar dit is ja, gewoon net niet. Nu al wil je filmen. Ja. Kijk. Dus lopen we gewoon naar een tafel toe. Maar ik moet zeggen, hij loopt eens naar een tafeltje toe. En dan roept hij gewoon naar een soort terrasje. Dan roept hij OC toe. Maar de camerawerk is matig. Dus jammer. Dus daarom gaan jullie niet winnen. Het camerawerk had beter gekund, jongens. Jammer, maar helaas. Wat is dit? In een museum of zo. Hij heeft ook bijstaan naar de moffen. Wat is dit? Gewoon een paar Duitsers die langslopen. Oh, dat vind ik echt goed. Iedereen heeft een scheid ook aan Duitsers. Sam de Jong maakt ook zeker kans om te winnen. OC22! Bij het Bochumstadion. En vol overtuiging, Danny Boomsma ook zeker een goede kans hebben. OC22! 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 Hij heeft gewoon 4 keer OC22 gezien, gewoon met geen reden. Dit gaat echt helemaal nergens over, wat goed. OC22! In het Groningen stadion, lekker. Hey joh man, moet je nog wat? Ja, ik heb wel zin in een toetje man. Wat voor toetje? OC22! Dit is helemaal niet leuk. Dit is gewoon niet leuk. Ah, wel een beetje leuk. Moet zijn wel een beetje leuk. In het Barça stadion. OC22! Lekker zeg, heerlijk. OC22! OC22! Klaar met werken. Die deur staat op papier. Dat meen je niet. Sorry. Dat is zijn eigen huis. Dit is zo slecht, maar wel leuk. Wat is dit dan? Ik vind deze echt goed. Deze is echt goed. Nog een keer.
Deze is fucking goed. Nog een keer. Nog een keer. Heerlijk, love deze. Oké, mensen, ik ben er trouwens net nog even verder doorheen gegaan. Ik heb legit 1000 berichten. Oprecht 1000 mensen die OC2 hebben ingestuurd. Ik heb een paar leuke uitgezocht en daar gaan we nu nog naar kijken. OC2. Ik zat ook bij 2 uur s'nachts en mijn moeder is boos. Oké. OC2 is the best player in the world. If you don't know him, you don't know football. Please give me the 50 euro. Be your thank God. Dat maakt me really happy. Oh. OC2. Kijk die pa, kijk hem zo, grenzenpaas. Toe. Ik moet zeggen, nu ik al, ik denk oprecht 1000 deze film heb gezien, begin ik toch wel te denken van, waarom de fuck is dit eigenlijk? OC Toe. Dit moet wel een Rotterdammer zijn, dat kan niet anders. OC Toe. Die heeft ook weer zijn neus gestopt volgens mij. En dat is geen banaan, laten we het daarop houden. OC Toe. Wat is dit nou weer? Die mensen OC2 en gaat dan wegrennen. 2 uur s'nachts, midden in een woonwijk, goed dronken, maar 1 ding dat telt. OC2. OC2! Ik moet zeggen, ik vind deze wel agressief, maar wel vrolijk zijn. Maar Wef, doe nou. OC2! Wat? Wait, guy. Wait. Brother. OC2! The fuck, man, what's that? It's a famous YouTuber. From, it's DMPNL. Subscribe to his channel. See you. Bye. Wat is dit voor een Freek Vonk video? Ik begrijp er geen reet van. OC2! Ik vind het een goeie. Gewoon lekker, duidelijk, geen enkel probleem. OC2! En naar binnen rennen. OC2! Goeie handgebaars erbij. OC2! Heerlijk. OC2! In de Kuip, lekker weer een stadionnetje erbij. Hier gaan we dan. OC2! Jongen, what the fuck? Hij zegt, hier gaan we dan. En dan doe ik ook zo van, oké, nu ga ik echt ziek hard schreeuwen. OC2, yeah! Dat slaat ik nergens op. Oké, mensen, ik kan geen OC2 meer horen. Ik kies nu de 5 winnaars. De 5 winnaars zijn Danny Boomsma met zijn OC2 in het Bochumstadion. Isk Koek in San Francisco op die brug. Die was mijn favorietje eigenlijk wel. We hebben Niels Kortering met een goede OC2 edit. Just, laatst heb je PSV op PSV podium. En laatst heb je Mellenhof tijdens het upsilen. Ik vond die allemaal top. Wat ik ga doen, ik ga de rest van alle OC2 filmpjes ook doorkijken. Ik denk dat ik heb er oprecht nog 500 te gaan of zo. En de leukste daarvan ga ik ook gewoon 50 euro geven. Want ik vind het echt tof dat jullie het allemaal gedaan hebben. Allemaal, ik wil te goed. Namens ik wil te goed. Link in de beschrijving. Ga zeker kijken. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. OC2, wat een held. Oh mijn god, hij heeft me echt moe gemaakt. Ik heb 2,5 uur filmpjes lopen kijken van OC2. En moet niet gekker worden. Ik ben hersendood. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Ik zal je veel meer de volgende keer. En ik zeg doei. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat, een beetje vals en nuttig. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt de dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbel in. Zijn koersen laag, ben ik erbij en leg ik dubbel in. En laat mijn saldo bouncen, al mijn euro's doen aan bubbel in. Veel plezier, veel plezier. 5 jaar geleden, ik een boxe PS4, ey. Veel plezier, veel plezier. 5 jaar geleden, ik een boxe PS4, ey. Eindje het blitzboot.